Volg Rode JC Kerkraden ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Rode JC Kerkraden pakte zaterdagavond voor het eerst dit seizoen een punt in een uitduel. In Nijmegen maakten NEC en de Kerkradenaren er niet veel van. De wedstrijd eindigde dan ook zoals die begon. Ik denk dat het van beide kanten niet zo heel veel is gecreëerd. Alleen ik denk dat we wel goed stonden als blok en de kleine kansjes die je allemaal krijgt, die moet je eigenlijk maken en dat hebben we niet gedaan. Dus dan verdien je waarschijnlijk niet te winnen. Ik vond het eigenlijk beter met 11 tegen 11 dan met 10 tegen 11. Dus dan kwamen we er ook met momenten heel goed uit, creëren we een man meer zelfs soms. Dat was best oké. Dan hebben we misschien de pech dat Guus uitvalt met de rust, dat we een beetje anders moeten gaan spelen. Misschien dat het daar een beetje aan ligt, maar oké. Op zich denk ik dat we wel goed staan als blok en van daaruit geven we niet veel weg. En als we dan meer gaan creëren en de kansen afmaken, dan komen de punten vanzelf, de 3 punters. Dat is geel. Comboy is de tweede van de thuisploeg na Ten Voorde. Die krijgt rood. Is het zo ernstig? Ik moet zeggen, het gebeurt aan de andere kant van het veld. De reflex is om te zeggen geel, maar hier is geen enkele twijfel mogelijk. Ik lag daar en ik wist ook niet dat hij rood of geel. Ik hoorde het publiek. Dus toen ik recht kwam, wist ik zelfs nog niet of hij rood had. Op een gegeven moment dacht ik, ja, is wel echt woest. Dus heeft hij een rode kaart gekregen. Geen idee op wie hij zich nu wil afreageren. Ik zou een grote spiegel kopen, die thuis ophangen. De samenvatting nog eens bekijken en dan in de spiegel kijken. Als mijn been vast op de grond staat, ik kom het wel heel hard in, dan denk ik dat het veel erger zou geweest zijn. Maar ik had het geluk denk ik dat mijn voet al in de lucht was. Maar ja, het was sowieso fout, dus hij was veel te laat. Vanaf het moment dat we met een man meer komen te staan, krijgen hun denk ik misschien wel de beste kans van de wedstrijd. Omdat we het niet goed uitspelen, omdat we te snel misschien vooruit willen spelen en eerst de vrije kant moeten zoeken. Maar ik denk dat er meer in had gezeten als je een minuut met een man meer speelt. Wat voor gevoel hou je dan aan deze wedstrijd over? Ja, ik denk dat we hier 2 punten verliezen. Ik denk dat als we beter uitspelen na de 66 minuten, dat we hier gewoon met 3 punten kunnen gaan naar huis gaan. En dat hebben we nagelaten, dus teleurstelling toch wel.